Hallo lieve mensen, op vele verzoek ga ik in deze video laten zien wat ik allemaal eet op een random dag. Met in mijn achterhoofd gehouden dat ik net een maand op chocoladekruidnoten heb geleefd, dus dat ik wel weer even mijn best mag doen. Ik heb aan diëtist en wetenschapper Sarai Pannekoek gevraagd wat zij nou eigenlijk vindt van mijn voedingspatroon. En haar tips en commentaar vind je aan het einde van deze video. Daar blijkbaar. Ik heb haar overigens niet verteld van die chocoladekruidnoten, dus ik zou het waarderen als jullie dat ook niet doen. We beginnen deze dag met het ontbijt. Heel verrassend. En dat is bij mij 9 van de 10 keer een bakje havermout. Let's get cooking! We pakken een bakje en gooien daar 40 gram havermout in, samen met wat lijnzaad, een banaan in plakjes en ongeveer 150 ml ongezoete amandelmelk. Probeer alles in slow motion de bak in te gooien om zo wat meer drama aan je gerecht toe te voegen. Het ziet er misschien uit als iets wat je wel eens uit de mond van een kotsmisselijke baby ziet schieten, maar geen nood, we zijn nog niet klaar. Even roeren en hoppa, de magnetron in. Die nog lastig open te krijgen is als je te gierig bent om een cameraman in te huren en alles zelf moet filmen. Als je vergeten bent hoe de magnetron werkt, druk dan gewoon op de knopjes met de vettige vingerafdrukken. Dan zit je altijd goed. Laat het 1,5 minuut opwarmen, maar vergeet niet tussendoor nog een keer te roeren. Haal je bakje weer eruit als er een damp vanaf komt die doet denken aan een mistig landschap uit Lord of the Rings. Vervolgens top je het met wat kaneel, noten en een lepel pindakaas. Het liefst steek ik mijn hele hoofd in die pot pindakaas, maar dan komt er allemaal foundation in en dat smaakt dus echt voor geen meter. Geloof me. En dan roeren! Zie je hoe goed ik roer? Ik kan echt vet goed roeren. Door naar de lunch. En het ligt er een beetje aan waar ik ben die dag, op kantoor of heb ik een lunchafspraak. Maar als ik thuis werk, dan werk ik meestal met ingrediënten en restjes die ik nog heb liggen, zodat er geen muizen op afkomen. Niet dat ik muizen heb, want ik heb 1700 katten, maar oké. Vandaag is het een wrap geworden. Men neemt één volkoren wrap, want vezeltjes, en ondertussen kook je een beetje rijst. Beetje klungelen met de verpakking, hoppa. Je moet de rijst eigenlijk eerst afspoelen voordat je het kookt, maar dat doe ik niet vanwege een medische conditie die ik heb, genaamd luiheid. Hier zie je hoe ik voor de smaak nog wat niks toevoeg aan het pannetje. Wat ik hier doe zeg ik lekker niet. Dan wacht je eindeloos tot de rijst klaar is en giet je het water af. Bonen en spinazie bak je erbij in het pannetje en uiteindelijk miet je alles in een wrap en top je het met wat hummus en vegan feta-achtige kaas die ik echt heel erg lekker vind en als bonus niet uit een uier vandaan komt. Vervolgens moet je even goed je origami kunsten laten zien. Dit wordt een kraanvogel. Ik hoop niet dat Max jaloers wordt als hij me ziet tongen met dit spinazieblad. Oh baby, het is vies. Na een half uur, wat zullen we eten, appen met Max, grapje, het was 1,5 uur, heb ik besloten om mijn pasta bolognese te maken, want die bevat en veel voedingsstoffen en is ook wel echt comfortfood. Wel met vegetarische gehakt natuurlijk, want ik hou persoonlijk niet echt van de smaak van verdrietige koeien. Ik ga zelf dus de saus maken en dat klinkt vet moeilijk, maar is niet. Eerst leg je alle ingrediënten netjes klaar met een reep chocolade bij, want vroeger mocht ik niet snoepen voor het eten en daarom is dat nu mijn belangrijkste hobby. Dan ga je alles snijden, leg je snijplank neer en zorg ervoor dat de ingrediënten niet allemaal op de grond donderen. Je gooit de ui, knoflook, wortels, paprika in een keukenmachine samen met wat olijfolie en gerookte paprikapoeder. Gooi de knoflookteentjes rustig omstebeurt in de machine, want anders gaan ze met elkaar op de vuist. Nu denken die groenten nog, hey, gezellige boel hier met z'n allen. Totdat je de machine aanzet natuurlijk. Overigens maak ik tijdens het koken heel vaak deze beweging. Ervaren chefkoks zeggen dan ook dat deze beweging de smaak van het gerecht echt ten goede komt. Vervolgens doe je wat olijfolie in een hapjespan. Even googelen waar ook alweer de aanknop zit van een pan.
Bak het prutje uit de keukenmachine in de pan. Let op, de knoflook kan in je oog bijten, maar daar helpt deze gezichtsoefening echt heel goed bij. Voeg dan op deze sierlijke wijze het vega gehakt toe. Na een tijdje gooi je de gepelde tomaten uit blik erbij. Oh. Het is belangrijk dat je de pasta dus niet vergeet. Even voorproeven. En gelukkig heb je inmiddels geleerd dat je voortaan de pasta niet meer vergeet. Als alles klaar is, gooi je het op elkaar in een dieport en kun je het toppen met edelgistvlokken. En zoals de professionals in hoogste regionen van de culinaire wereld dan zeggen... Tada! En dan gaan we nu over naar Sarai Pannenkoek met het eindoordeel. Nou, hallo, goedemorgen Sarai. Goedemorgen. Hallo. Dankjewel dat je naar mijn dag hebt gekeken, naar mijn voedingsschema. Ja. Ik ben razend benieuwd wat je ervan vindt. Ja. En ook wel vind ik het een beetje spannend. Wat zei je? Ik vind het wel een beetje spannend. Ja, snap ik. Nee, je doet het echt super goed. Dat is echt meteen om wel te zeggen. Gewoon, ik heb even hier mijn aantekeningen. Want ik heb gewoon een analyse gemaakt natuurlijk. Je kiest voor volkoren granen. Dus havermout zag ik, zilvervliesrijst, volkoren wraps. Dus dat is super goed om gewoon die volkoren variant te kiezen. Voor je darmen en noem maar op. Mm-hmm. Lijnzaad zag ik erin voorkomen. Eén stuk fruit. Dus ik dacht, misschien mag daar nog een tweede stuk bij. Dan heb je in ieder geval twee stuks fruit per dag. En zeker nu met het winterseizoen hebben we vaak mandarijnen. Twee mandarijnen is ook één stuk fruit. Voldoende groente ook. Dus ja, ik ben super groentefan. En als ik dat dan zie, 100 gram spinazie, een paprika. Ik zag allemaal dingen. Ik dacht, ja, daar ga ik gewoon heel van aan. Dan denk ik, supergoed. Yay. Dus dat doe je super, super goed. Het is natuurlijk niet elke dag zo. Er zijn ook mindere dagen. Streven, ja. En wat ik ook heel goed vond, is dat je je groente verdeelt over het avondeten en de lunch. En om 250 gram groente bij het avondeten is echt één bord broccoli en daarnaast nog een bord met andere dingen. Mm. Als je het verdeelt, dan heb je toch wel wat meer ruimte ook bij het avondeten om andere dingen te eten. Ja. Dus dat is supergoed. Er waren 3 aandachtspuntjes in de voeding. Spannend. De eerste is amandeldrink in de ochtend. Er zijn eigenlijk een paar nadelen van amandeldrink. Eén is de voedingswaarde. Bevat heel weinig voedingsstoffen. Dus heel weinig eiwit bijvoorbeeld. Dus eigenlijk meer water met een vleugje amandel in de verte. Mm-hmm. Dus de beste plantaardige optie is daarvoor sojadrink. Okay. En anders haverdrink. Dus soja is eigenlijk superieur. Die bevat alle eiwitten. Bevat ook heel veel eiwitten. Die kan je ook ongezoet gewoon kopen. Maar als je die niet zo lekker vindt, want die heeft best wel een sterke smaak. Mm-hmm. Dan kan je gewoon overstappen bijvoorbeeld op haverdrink. Die heeft ook voldoende aminozuren, maar wel lagere content. Dus dat is iets minder volwaardig. Ja. En daarnaast is amandeldrink ook niet duurzaam. Want amandelen, 75% van amandelen komt uit Californië. Daar worden hele monoculturen aan amandelbomen aangelegd. Worden bijen ingezet. Bijen worden daar vermoord door pesticiden. Ja, het is echt super erg. Er zijn heel veel documentaires over bijen en amandelbomen in Californië. Dus ik, vanwege dat duurzaamheidsoogpunt adviseer ik nooit amandeldrink. Want dat is gewoon bijdrage ook aan de bijensterfte al daar, zeg maar. Tweede aandachtspuntje. En dat is echt een beetje mierenneukerij hoor. Maar ik zag die Greek White. Dat is volgens mij feta kaas. Vegan feta kaas. Ja. Kijk, je zei al, dit is natuurlijk het is gewoon een random dag. Dat is niet iets wat ik elke dag zou adviseren. Nee. Het is toch op basis van heel veel kokosolie, is toch best wel bewerkt. Er zitten wat dingen in, zeg maar. Of toevoegingen. Dus lekker voor de smaak, hè, zo nu en dan. Heel maar ik zou daar niet echt elke dag dat nemen of zo. En het derde puntje, dat was de vleesvervanger in de avond. Nou, het is een supergoeie vleesvervanger. Hij heeft voldoende eiwit. Dus meer dan 20% eiwit per portie eigenlijk. Maar er zat wel net iets te veel zout in. Maar ik snap dat je natuurlijk daarin gewoon varieert. Maar de voorkeur zou hebben echt iets van tempeh, tofu, seitan eventueel. Hè, omdat het toch wel wat minder bewerkt is. Dus echt op basis van soja. En je krijgt daar gewoon heel veel eiwitten mee. En het is minder troep, zeg maar. Het zijn gewoon hele mooie producten. Oké.
Ik vind dus dat prachtige adviezen. Dankjewel. Ja, ja dus maar Fede, je deed super, super goed. Dus echt, ik denk, als heel veel Nederlanders op deze manier zouden eten, dan zou dat super gezondheidsbevorderend zijn. Ja, de drie dingen die ik noemde waren meer gewoon nog wel details waar je op kan letten. Maar je doet het voor het grootste gedeelte gewoon super, super goed. Dus okay. Weet dat ook. Oké. Okay. En je hebt geen commentaar over mijn chocola-inname? Nee, die zag ik ook nog. Ik weet niet hoeveel gram het was, 37,5 of zo. Hmm. Maar dat hoort erbij, dat is balans. Oké, heel goed. Ja, kijk, stel je zou echt maar 100 gram groente eten, geen fruit, alleen maar witte graanproducten en dan nog die chocola. Kijk, dan is het natuurlijk allemaal een beetje too much van het minder optimale. Hmm. Maar nu heb je gewoon al een super goede basis. En dan denk ik, ja, neem lekker die chocola erbij. Super lekker, doen. Nou, dus ik vind het helemaal leuk. Ja. Hey, hartstikke bedankt voor je tijd weer. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het kijken of iets in die trant.